Dus het gaat ongetwijfeld weer voor veel verdriet zorgen. Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17... die kunnen vanaf vandaag een kijkje nemen bij de wrakstukken van het neergestorte vliegtuig. Die liggen opgeslagen op vliegbasis Gilserijen. Vanochtend heeft een eerste groep dat al gedaan, dat kijken. Een verslaggever van Jan Walen die is op de vliegbasis daar. Ja, Jan, dat moet indrukwekkend geweest zijn. Ja, dat denk ik ook, dat dat indrukwekkend moet zijn als je voor het eerst zo die wrakstukken kunt zien. Die wrakstukken waar die geliefde van jou, die er nou niet meer is, in zat op het moment dat die ramp gebeurde. Maar hoe dat is gegaan, dat weten we niet, want de nabestaanden worden afgeschermd van de media. En die mogen helemaal afgezonderd van anderen naar die wrakstukken komen kijken die hier achter mij op de vliegbasis Gilserijen liggen. Maar ja, je kunt het je eigenlijk best voorstellen dat dat heel emotioneel moet zijn voor mensen. Ja, inderdaad, Jan. Achter jou liggen die wrakstukken, zoals je zegt. Die liggen daar voor onderzoek. Hoe staat het met dat onderzoek? Ja, daar wordt op het moment hard gewerkt. In december zijn die wrakstukken met twee kolonnes uit Oost-Oekraïne hier naar de vliegbasis Gilserijen gebracht. En wat er eigenlijk de afgelopen maanden is gebeurd, is dat al die stukjes en stukken, want het zijn grote stukken en kleinere stukjes, zijn gefotografeerd en ze zijn allemaal gesorteerd. Er is gekeken naar welk wrakstuk zou ons wat meer kunnen gaan vertellen over wat nou de oorzaak was van de ramp en wie er misschien wel de schuldige daaraan is. En welk wrakstuk, ja, ze gaat ons daar niet bij helpen. Nou, de wrakstukken die niet gaan helpen, die liggen apart in twee vliegtuigbunkers en in een andere hal. Daar zijn de onderzoekers naar al die wrakstukken aan het bekijken die sporen hebben die zouden kunnen wijzen in de richting van een oorzaak. Daar concentreert het onderzoek zich nu ook op. En daar wordt mogelijk ook nog geprobeerd om een deel van dat vliegtuig te reconstrueren, weer in elkaar te zetten, om een duidelijker beeld te krijgen van, ja, wat is daar nou precies gebeurd? En is het inderdaad zo, wat wij allemaal denken, dat dat vliegtuig daar boven de Oost-Oekraïne is neergeschoten?